Boeren roepen, de stikstofmodellen zijn niet gebaseerd op metingen, maar op berekeningen en hebben een te grote onzekerheid. De manier waarop Nederland de verspreiding van stikstof berekent is voldoende tot goed. Dat stelt een commissie die die berekeningen onderzocht. Hoe werken die modellen nou en waarom is er twijfel over hun betrouwbaarheid? Ik ben Marloes, stikstofonderzoeker. En hier in de werkplaats ga ik het je allemaal uitleggen. Wat veel mensen niet weten is dat de stikstofuitstoot de afgelopen 30 jaar flink is gedaald. Dat is goed nieuws. Maar de laatste 10 jaar vlakte die daling af. En de hoeveelheid stikstof in Nederland is nog veel hoger dan de natuur aan kan. Sterker nog, volgens modellen moet in sommige gebieden in Nederland de stikstofuitstoot 70% of meer omlaag. Dus daar moeten we wat aan doen. Te veel aan stikstof leidt tot de verschraling van de natuur, vervuiling van de lucht, het water en ook ons drinkwater. We hebben het meeste last van stikstofoxides en ammoniak. Die zal ik even uitleggen. Als eerste stikstofoxides. Die ontstaan door industrie en verkeer, zoals auto's, vliegtuigen en de scheepvaart. Veel van de stikstofoxides die in Nederland geproduceerd worden, waaien weg naar het buitenland. Zo'n 85% van onze stikstofoxides komen terecht in België, Duitsland en over zee. De meeste schadelijke stikstof komt van ammoniak. Dus het meest effectief is het om ammoniak aan te pakken om de stikstofuitstoot te verminderen. Het meeste ammoniak komt van landbouw en veeteelt. Ongeveer 55% van ons ammoniak waait over de grens naar het buitenland. Andersom is 1/3 van het ammoniak in Nederland afkomstig uit het buitenland. Daarmee is het dus een internationaal probleem dat we samen met andere landen aan moeten pakken. Maar in het kleine drukke Nederland wringt de schoen het ergst. Er moet dus iets gebeuren. Maar hoe bepaal je wat er precies moet gebeuren? Laten we even inzoomen op ammoniak. Hoe meten onderzoekers dat? Het RIVM heeft 6 meetstations in Nederland die elk uur het ammoniak meten in de lucht op die plek. Dat doen ze door UV-licht op een spiegel 50 meter ver weg te schijnen. UV-licht kunnen we niet zien, maar stel je voor dat dit UV-licht is. En de rook is ammoniak. Ammoniak absorbeert een gedeelte van het licht, waardoor je uit de veranderingen in het teruggekaatste licht kunt afleiden hoeveel ammoniak er in de lucht zit. Je begrijpt natuurlijk dat 6 meetstations niet genoeg zijn om alles in Nederland te meten. Daarom wordt er ook gemeten op 300 locaties in natuurgebieden. Dat doen ze door buisjes waar lucht ingezogen wordt. In die buisjes zit een filter waar de ammoniak op blijft zitten. En dat filter wordt elke maand in een laboratorium onderzocht, zodat je een maandelijks gemiddelde krijgt van de hoeveelheid ammoniak die in de lucht zat in dat natuurgebied. Om de rest van ons land in kaart te brengen, gebruiken we satellieten. Er zijn 2 satellieten die ammoniak kunnen meten en die ieder 1 keer per dag over Nederland vliegen. Zij meten hoe de atmosfeer het licht verandert op zijn weg van de zon naar de aarde en naar de satelliet. Op basis daarvan kunnen wetenschappers voor gebieden van 14 kilometer doorsnede meten hoeveel ammoniak er in de lucht zit. Wat ammoniak lastig maakt om te meten, is dat het reacties aangaat met andere stoffen in de lucht. De scheikundige formule van ammoniak is NH3. Als dat in contact komt met water, H2O, ontstaat er ammonium, NH4+. Ammonium vormt schadelijk fijnstof of lost op in regendruppels, waardoor het niet meer te herkennen is door de satelliet. Hierdoor is het lastig om een goed beeld te krijgen van hoeveel stikstof er eigenlijk in de lucht is. Daarom worden er ook metingen van de samenstelling van regenwater en fijnstof gedaan. Ook de natuur helpt een handje mee. Sommige korstmossen bijvoorbeeld houden helemaal niet van stikstof en andere juist wel. Dus als je op verschillende plekken in Nederland telt hoeveel van de ene en van de andere soort korstmossen er zijn, weet je hoeveel ammoniak er in de lucht gezeten heeft. Overal in Nederland meten zou het natuurlijk het beste zijn. Maar dan moet je op elke vierkante meter apparatuur neerzetten. En dat gaat natuurlijk niet. Daarom gebruiken we een rekenmodel om de gaten op de kaart in te kleuren die er na de metingen nog zijn. Daarnaast berekenen de modellen waar het stikstof vandaan komt, waar het naartoe gaat en waar het neerkomt. Met zulke modellen bepaalt het RIVM ook of er ergens te veel stikstof in de lucht zit of dat er nog ruimte is voor stallen of nieuwe woningen. Hoe doet het model dat? Nou, ten eerste moet je de uitstootbronnen erin stoppen. Bijvoorbeeld, hoeveel dieren heeft een boer? En wat voor stal zit hij in? En wat voor voer krijgen ze? Wat voor mest een boer gebruikt en op welke manier hij dat uitrijdt? Daardoor weten we hoeveel de boer uitstoot, maar waar komt het dan terecht? Om te berekenen waar de ammoniak terecht komt, hebben we ook data nodig over het weer en andere stoffen in de lucht. Zoals wat is de windrichting en de temperatuur en hoeveel vocht
zit er in de lucht. Maar de route van ammoniak wordt ook bepaald door bijvoorbeeld bomen waar het overheen moet. Op deze manier kun je berekenen waar ammoniak heen gaat en waar het neerkomt. Maar hoe verder het ammoniak van de bron wegwaait, hoe groter de onzekerheid in het model wordt. Samen met de scheikundige reacties zorgt het weer dus dat de berekening van het model onnauwkeuriger wordt. Modellen zijn altijd een benadering van de werkelijkheid. Dat werkt behoorlijk goed op landelijk en regionaal niveau, maar je kunt natuurlijk niet voor iedere stal in Nederland bepalen hoeveel stikstof er uitgestoten wordt en waar dat precies neerkomt. Het model van het RIVM, ERIUS, is niet geschikt voor vergunningen op stalniveau volgens de commissie Hoordijk die dat controleerde. Met andere woorden, het kan dus niet gebruikt worden om de maximale uitstoot per boerderij te bepalen. Maar het model laat wel duidelijk zien dat er veel minder ammoniak uitgestoten moet worden. Het model wordt steeds opnieuw vergeleken met al die verschillende metingen. De regionale metingen komen overeen met wat het model berekent. En ze laten dus zien dat de uitstoot van de ammoniak dringend moet worden teruggedrongen. Door klimaatverandering stijgt onze zeespiegel steeds sneller. Maar hoe moeten we ons daartegen beschermen? Ik ben Bas en in de volgende aflevering leg ik jou dat uit.